Ben je ervan overtuigd dat een groot netwerk jouw bedrijf verder kan helpen? En ben je er ook van overtuigd dat het waardevol is om tijd te investeren om te netwerken? En heb je ook al verschillende tips daarover gelezen en gezien? Dan is het tijd om aan de slag te gaan. Tijd voor actie en de koudwatervrees kwijt te raken. Hoe leer je jezelf netwerken? Hoe leer je jezelf netwerken? Zie het als koudwatervrees, waarbij er een groot zwembad is. Je weet dat het goed is om erin te springen, maar je durft nog niet helemaal. Wat kan dan juist dat zetje geven waardoor je wel tot actie overgaat? De eerste keer is het nog koud, de tweede keer voelt het lekker en de derde keer wil je niet anders meer. En dat geldt ook voor het netwerken. Zoek dus gelegenheden op om te netwerken. We beginnen makkelijk met tip 1. Bel bestaande klanten en vraag hoe het met ze gaat. Het is heel makkelijk, ze vinden het leuk om gebeld te worden, willen graag vertellen hoe het gaat, willen graag vertellen waar ze mee bezig zijn. En je kunt het ook gesprek afsluiten door te zeggen, kan ik nog iets voor je betekenen? Soms zeggen ze, nee eigenlijk niet. Soms zeggen ze, ik denk het niet, want ik zoek vooral dat. En dan kun je heel vaak aangeven, dat kunnen we ook, of ik weet iemand die dat kan. En op die manier bouw je je netwerk heel makkelijk uit. Tip 2. Dat is een moeilijke, pittige tip, maar wel heel goed om te doen. Minimaal 2-3 keer in je leven moet je dat gedaan hebben. Ga in je eentje naar een kroeg. Heel spannend, zonder iemand erbij, naar een kroeg, allemaal vreemde mensen. Maar als je daar zit en je hangt aan de bar en je maakt een praatje met mensen, dan zul je zien dat het veel leuker is en veel makkelijker is dan je van tevoren had gedacht. Eventueel lees je nog wat tips over hoe je een goed gesprek start met een wildvreemde. Dan tip 3. Dan wordt het al wat professioneler. Je gaat googlen. Google op waar kan ik een netwerkborrel vinden. De meeste netwerkborrels zijn gratis, dus je googelt waar dat is, zet de datum in je agenda en gaat erheen. En ook dan zul je zien allemaal mensen die graag vertellen over zichzelf en hun bedrijf. En via kom je misschien wel weer op nieuwe opdrachten. En in elk geval heb je je koudwatervrees laten verdwijnen als sneeuw voor de zon. Dan de allerlaatste tip, dat is als je het echt goed professioneel wil aanpakken. Denk bijvoorbeeld aan een sporten. In je eentje sporten, daar komt maar niet van. Maar met een groep sporten, dan voel je de groepsdruk. Dus word lid van een professionele netwerkclub of een businessclub. De Rotary, de Lions en allerlei andere clubs zijn er. Voor elk is wat wils, waarbij je kunt netwerken en waarbij je leert dat het leuk en makkelijk is. Veel succes met deze tips. En ik zou zeggen, stop nu met filmpjes kijken en ga netwerken. Ben je er nog steeds? Als je het echt leuk vindt om nog meer filmpjes te zien, like ons dan alsjeblieft en abonneer je op ons YouTube kanaal. Dan krijg je direct te horen wanneer de eerstvolgende videotip weer beschikbaar is.